Valkenburg, één dikke week voor de beklimming van de Mont Ventoux. En hoe staan de deelnemers ervoor? Vliegen ze over die heuveltjes heen of? Waar gaan polshoogte nemen? De Equipe Mont Ventoux is een project voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking en gedragsproblemen. En in een half jaar tijd trainen wij naar het beklimmen van de Mont Ventoux. De Equipe is zo populair bij Plurijn en Intermezzo omdat het goede resultaten laat zien. Je ziet dat jongeren echt in sportief gebied zeg maar, echt grote stappen zetten. In hun ontwikkeling zetten ze stappen omdat ze gaan leren samenwerken. Dat toetje is dan inderdaad die mooie reis naar Frankrijk die ze mogen maken. Alle fietsen zijn tip-top in orde. Een aantal zijn vanochtend nog nagekeken door Bert Thoma. Die staat op deze dagen altijd paraat om en dan nog te sleutelen aan de fietsen. En in de rit hier naartoe worden ze gedurende in de gaten gehouden en gecontroleerd. Hoe gaat het? Ja, het gaat super. Beetje warm, maar we worden goed voorzien van water. Dus, Je was aan het vertellen over Jeroen, over je buddy. Nou, hij is best een goede buddy. Aardige man. Hij werkt hard voor mij. Al als hij tjurde, helpt hij mij wel bovenop. Dat klopt. Remy goed aan het helpen dat hij toch die berg boven gaat komen. Dus goede uitdaging. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, Jeroen. Hey! Hoe is het ermee? Ja, goed. Beetje zwaar. Wat een zwaar. Nee, maar het omhoog trappen is zwaar. Lukt het een beetje? Lukt heel goed. Lekker. En zie je er nog tegenop naar Frankrijk of niet? Gaan we doen samen, C. Klim jij ook wel eens in de pen? En wil jij jouw nieuws naar buiten brengen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl. En wij regelen de rest.